Deze video wordt u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reizen. Peter, na het duel tegen CSV Apeldoorn, een mooie 3-0 overwinning in eigen huis. Wat is jouw eerste kijk op deze wedstrijd? Nou ja, ik denk prima wedstrijd van onze kant. We zaten er bovenop, goed georganiseerd. En eigenlijk vanaf minuut 1 CSV Apeldoorn geen ruimte gegund, geen mogelijkheden gegund. En uiteindelijk houden ze nog redelijk lang in de wedstrijd, zeg maar, door het 2-0 te houden. Maar ik denk dat het publiek een goede wedstrijd van Excelsior heeft gezien. Met wat voor opdracht heb jij ze het veld op gestuurd voor de wedstrijd? Nou, eigenlijk een beetje wat we de laatste weken doen. Heel lang in wedstrijden hebben we geprobeerd om heel veel druk naar voren te zetten. Waardoor we in omschakeling niet zo heel veel kwamen, omdat we ver vooruit verdedigden. De laatste weken zakken we iets meer in. Dus proberen als de keeper de bal wel de boel dicht te zetten. Maar op het moment dat ze zich er onderuit voetballen, snel achter de bal op de middenlijn. En dan zie je dat je vanuit de omschakeling ook wat kunt doen met onze spitsen, met lopers. En dat hebben we eigenlijk vandaag doorgetrokken. En aan de bal gewoon proberen te voetballen. En proberen Patrick te zoeken, bal vast, mensen eronder en doorvoetballen. Met een lopende last vanaf de rechterkant. Nou. Maar dat doen we eigenlijk al het hele seizoen goed. Dat is vandaag ook echt wel, dat heb ik vandaag echt wel gezien. En ik denk de mensen op de tribune ook. Jij ook? Ja, nee, zeker. Als je kijkt naar met name de 2-0 met de loopactie van Las buitenom, waardoor Niek de keuze heeft om hem voor te geven, zeg maar. En de tweede helft ook Las, die blijft gaan. Van grote waarde voor ons. We hebben dat opgelost door daar een mannetje aan op te offeren aan die kant om iemand op te zetten. De eerste helft heb je last niet zoveel gezien. Maar gaandeweg de wedstrijd kwam dat eigenlijk steeds weer. En gingen we in onze kracht voetballen met last aan die kant. Heb je vandaag het voetbal gezien wat jij het liefste speelt als trainer? Nou ja, wat je als trainer zoekt is met name dat je in de organisatie goed staat. Dus wat rust in de organisatie. Hè? Want we hebben natuurlijk best wel veel goals tegen gehad. Je ziet ook de laatste wedstrijden dat we ook wat minder goals tegen krijgen. Omdat we iets meer behoudend spelen, iets wat verder terugspelen. Daardoor wat meer in de rust in de organisatie. Dat is wel een ding wat je graag ziet. En aan de bal dat we controle hebben, dat we voetballen naar onze spits toe komen. Dat heb ik vandaag in ieder geval gezien. Dan ga je met een 2-0 ruststand de kleedkamer in. Laten we daar even beginnen. En dan kom je die rust uit, zeg maar, de kleedkamer uit. En dan zie je een iets tammer Excelsior, lijkt het. Iets meer behoudend. Was dat met opzet of wat was daar de reden achter? Was dat misschien het hoge tempo van de eerste helft? Ja, dat denk ik, ja. Ja, nee, we hadden gezegd van wat er ook gebeurt, die nul is of heilig. Maar laten we er gewoon doen wat we de eerste helft ook gedaan hebben. Dus in de controle, op het moment dat hun de bal aan de bal zijn. Op het moment dat de bal over de middenlijn komt en aan onze kant van de helft komt. Zullen we allemaal kort moeten zitten, want dat hebben we vandaag erg goed gedaan. We hebben heel veel duels gewonnen. Heel veel ballen die ze inspeelden naar hun middenveld, naar hun spitsen. Zaten we tussen, veroverde ballen. Ja, en dan, als je een bal verovert, zijn hun niet georganiseerd. Staan ze tegen de middenlijn aan te voetballen. En kun je gevaarlijk worden. Dat was de eerste 10 minuten inderdaad wat minder. Maar uiteindelijk hebben ze ons geen pijn kunnen doen. Jullie hebben hun nog wel een beetje pijn gedaan in de tweede helft. Je maakt die 3-0. Dan is de wedstrijd eigenlijk in de pocket. Hoe zit je dan op de bank? Nou, ik moet eerlijk zeggen, na de 3-0 was het rustig op de bank. Bij 2-0 maakte ze de aansluitingstreffer. Ze hebben één kopbal gehad van die Boeven, volgens mij. Bij de tweede paal gaat hij erin, staat Melvin goed. Dus gaat hij erin, wordt het 2-1. Dan kan er nog van alles gebeuren. Dus met de 3-0 was het wat rustiger. Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Even kijken naar de spelers. In de rust haal je Melvin Veldhuis eruit. Juriaan komt dan achterin. Wat voor reden was dat? Waarom? Nou, Melvin die gaf aan dat zijn hamstring wat trok. Dus niet er doorheen of zo. Maar wel wat spanning erop. Dus uit voorzorg eraf gehaald. Gaat goed met hem? Gaat goed met hem, ja. Dat zal voor deze week geen probleem zijn. Dus uit voorzorg. We hebben een centrale verdediger op de bank. Was ook geen enkele discussie. En Isha eigenlijk de tweede helft, hij stelde zich wel weer. Maar het was van zijn lease. Het zijn toch rare dingetjes. Dus die hebben we er eigenlijk uit voorzorg ook afgehaald. Ook redelijk goed. Ja, gaat ook goed. Ja. Nou, 3-0 overwinning vandaag. Volgende week Eemdijk uit. Met wat voor gevoel ga jij die voorbereiding in, die trainingsweek? Nou ja, met een goed gevoel. Ik bedoel, met een overwinning, goede overwinning. Iedereen aan boord. Dus geen schorsing opgelopen. Geen onnodige of geen blessures. En vol vertrouwen, denk ik. Maar het is niet zozeer belangrijk wat ik vind of voel. Het is meer het gevoel wat de jongens hebben. En ik denk dat de jongens hetzelfde gevoel hebben. Ja. Top, dankjewel. Nogmaals gefeliciteerd en succes. En tot volgende week. Paasweekenden, jongens. Ja, hetzelfde. Ja, mooi. Top. Goed gedaan.
Deze video werd u aangeboden door Reggefiber en Shubi Reisen.